Goedemorgen. Het thema van mijn maquette, van mijn layout, is de Sovjet-Unie. Ik heb twee dorpjes, Kozhenkino en daar aan de achterkant van de heuvel Petrushino. Deze treintafel is maar 1,85 meter op 1,05 meter, dus dat is echt een heel kleine. Maar ik probeer hem wat te maximaliseren door wat effecten, zoals bijvoorbeeld daar in de achtergrond wat kleinere bomen gebruiken dan in het centrum, waardoor de afstand wat groter lijkt. Het thema is de Sovjet-Unie. Ik heb vooral treinen uit de Sovjet-Unie, uit Rusland en de omringende landen. Maar dat is moeilijk om zo'n collectie te verzamelen natuurlijk. Zeker als je in België woont. Dus het is niet zo eenvoudig. En uiteraard vind ik de Belgische spoorwegen ook best wel interessant. Dus dat is dan ook de reden waarom ik zo af en toe toch ook wel eens iets Belgisch koop. Om eerlijk te zijn, ik ken er niet zoveel van. Ik ben absoluut niet gespecialiseerd in de Belgische spoorwegen. Het is een beetje verzamelen wat ik betaalbaar op mijn weg tegenkom. Bijvoorbeeld zoals deze en deze diesellocomotieven. Dat waren eigenlijk gewoon bovenkanten van een Rocco. Dus eigenlijk een leeg omhulsel. Er zat niks in, geen motor, geen wielstellen, niks. Wat ik gedaan heb, ik heb deze heel goedkoop gekocht. En ik denk dat het 15 euro was voor beide. En ik heb daar eigenlijk dan gewoon hele goedkope BR216 van Lima bij gekocht. Die gebruikt als aandrijving van dit lege omhulsel. Beetje ledlampen erbij en het werkte. Dit is een Lima Rix 15. Die is eigenlijk, zoals ik hem gekocht heb, een klein beetje wat krassen weggeschilderd, maar verder niks aan gedaan. En dan heb ik deze rijtuigen. Ook Lima, een beetje ouder model. Wel op bijna normale lengte, denk ik. En ik heb dan dat, en dat zijn Jouef-rijtuigen. Eentje is van de Belgische spoorwegen. De trein naar Oostende, Goer-Oostende. Maar ik denk niet dat dit een reëel rijtuig van de Belgische spoorwegen is. En dan heb ik hier nog wat Pico-goederenwagons. Oké, laten we dit alles maar even rondrijden in mijn twee Sovjet-dorpjes.